bij ons François de Keersmaker. Waarom verdient Dieu-Merci Mbokani de gouden schoen? Goh, ik denk dat hij een beslissende speler geweest is voor Anderlecht. Hij is een zeer volledige speler. Hij heeft zowel de twee periodes waarop het gaat gescoord. Dus we mogen niet vooruitlopen op de uitslag natuurlijk. Maar ik denk dat Mbokani een goede kans heeft. En Jelle Vossen, wat kan die bereiken vanavond? Ik denk dat u haalt mij een top 2 eruit voor wie dat ik gestemd had. 1 was Mbokani, 2 was Jelle Vossen. En nummer 3? En nummer 3 was Franck Berrier. Verrassende keuze. Ja, het is... Een keuze van de charme? Ja, ik denk dat die man ook het verschil gemaakt heeft op beslissende fases. En hij laat ook andere spelen en andere scoren. Dat was mijn pronostiek.